Yo mensen, het is je Poi Dylan hier. Ja, vandaag weer een heel andere video. Vandaag maak ik een video over het WK. Het WK van onze Rode Duivels. Het is misschien al wel bekend. De Rode Duivels zijn derde geworden op het WK. Gisteren. Dat was op zaterdag 14 juli 2018. Zijn de Rode Duivels derde geworden. Ik ga een beetje het programma. De match dat ze gespeeld hebben, ga ik een beetje overlopen bij jullie. Om weer te refreshen. De eerste match was tegen Panama. Hebben ze 3-0 gewonnen. Dries Mertens heeft toen de score geopend. Wat wel leuk is. De tweede match was tegen Tunesië. Hebben ze 5-2 gewonnen. Die match heb ik gekeken. Dan de match tegen Engeland. De match tegen Engeland heeft België met 0-1 gewonnen. Dan zijn ze met 3-2 gaan winnen tegen Japan. Eerst kwamen ze daar 0-2 achter. En dan heeft Courtois eigenlijk... Dan hebben ze twee keer gescoord. Eén keer Vertonghen, geloof ik. Ik weet het niet meer wie dat allemaal gescoord heeft. De Bruyne. De Bruyne heeft nog gescoord, denk ik. Of was er nu De Bruyne op het tweede? Ik weet het niet meer. Dan hebben ze tegen Brazilië gespeeld. Grootmacht in het voetbal. Brazilië verslagen met 1-2. Dan kwam Frankrijk. Frankrijk is natuurlijk verloren met... Frankrijk is natuurlijk gewonnen met 1-0. Ook wel een beetje... Je kan het zien in mijn vorige video. Hoe ik daarover aan het regelen ben. En dan... Was Engeland terug voor de boeg in de kleine finale, ofwel de finale om de derde plaats. Die België natuurlijk gewonnen heeft met 2-0. Ik ben een trotse Belg. Deze video komt natuurlijk op dinsdag 17 juli online. Ga zeker kijken. In mijn vorige video kun je hier links of rechts. Hier links van boven of rechts van boven, waar dat ook is. Hier van boven kan je dan zien. Denk hier links van boven, dat was. Of rechts, ja, kan, maakt me niet uit. Link rechts van boven. Kan je zien. Dit ik een linkje naar mijn vorige video. En hier in de infokaart. Stel ik ook een vraag. Wat vonden jullie van het WK van de Rode Duivels? En, ja. Zet hier beneden ook in de comments. Wat vonden jullie van... Wie vonden jullie dat wereldkampioen moest worden? Ik vond natuurlijk dat de Belgen wereldkampioen moesten worden. Maar natuurlijk... Met die... Ja... Met die scheidsrechter tegen Frankrijk. Zet hier beneden zeker... In de comments... Zet dan hier in de comments wat jullie willen weten. Waarover ik in mijn volgende video moet praten. Ik leg het zeker uit. Misschien wordt het terug een vlog. Als ik maandag een vlog maak, komt het waarschijnlijk woensdag of donderdag online. Ja, en 28 juli ga ik zeker niet uploaden. Waarom niet? Ik zit op een trouw. Misschien dat ik wel een video ga maken en dat ik die op een bepaald uur laat uploaden. Dat je na de reacties wil zien. Maar we zien het wel. En voor ik ga afsluiten, wil ik eerst nog Darkone een shout-out geven. Ik ga een video met haar opnemen. En ja, als de video klaar is van haar en ze staat online, ga ik zeker de link naar haar video hier beneden in de beschrijving zetten. En de volgende van de video van de video van dat ik op upload. We gaan eens afspreken wanneer we die gaan uploaden. En ja. Voor zover dat je weet, ben ik nog steeds altijd Dylan. Bye bye!